Hey, hallo allemaal. Dit is weer een nieuw filmpje van Let the Beat Go On. En ik ben vandaag in het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, op bezoek bij dokter Harriëtte Verwij naast mij. Goedemorgen. Dag Patricia. Ik vind het echt een ongelofelijke eer dat ik hier mag zijn, want dokter Verwij, ja, wie kent haar niet? Echt een begrip binnen de cardiologie. En ja, ik tref u net eigenlijk een beetje in de laatste dagen voorafgaand aan uw pensionering. Ja. Na 40 jaar hang ik de witte jas aan de wilgen. Ja, heel veel mensen die wij kennen uit de Facebookgroep van de Hart- en Vaatgroep, die zullen u ontzettend missen. Nou, ja, dat, aan de ene kant is dat natuurlijk wel heel prettig om te horen. Aan de andere kant ben ik blij dat ik tientallen mensen heb mogen helpen opleiden. Dus het kaarsje gaat wel door, de fakkel gaat wel door. Fakkel gaat door. Ja, als u terugkijkt op die lange loopbaan, waar bent u het meest trots op? Het meeste trots ben ik op dat ik het voor elkaar heb gekregen dat steunhart bij uitbehandelde hartpatiënten een toegestane behandeling is geworden, waardoor mensen weer toekomst hebben, weer perspectief hebben. Want zoals wij het in Leiden zijn gaan doen in 2010, betekenen dus mensen die dus ook nooit meer in aanmerking komen voor harttransplantatie. En die hebben dat steunhart gegeven en die mensen doen het echt geweldig. Nou, daar ben ik het meeste trots op. En het tweede is natuurlijk dat ik samen met anderen het vrouwenhart op de kaart heb gekregen in Nederland. In Nederland kun je er niet meer omheen. Nee, want dat het vrouwenhart inderdaad anders is dan het mannenhart. Dat gelukkig, die boodschap die is wel doorgekomen. Ook nu met het nieuwe geld, hè, wat de minister ter beschikking heeft gesteld. Met name hoop ik ook dat op onderzoeksvlak daar meer aan aandacht aan zal worden besteed. Het includeren van vrouwen, als dat kan, bij onderzoeken. Als ik kijk naar mijn achterban, vaak toch nog wel, ik wil niet zeggen met name in de periferie, maar weinig deskundigheid ten opzichte van mijn microvasculaire dysfunctie. Wat zou u willen meegeven voor patiënten die in eerste instantie bij de huisarts weg worden gestuurd, uiteindelijk toch in een ziekenhuis terechtkomen, maar waarop bij ECG of bloedafname niet overduidelijk zichtbaar is dat er mogelijk een microvasculair probleem zou zijn. Wat zou u die mensen willen meegeven? Wat kun je zelf als vrouw voor jezelf afvinken van, is daar misschien sprake van bij mij? Nou, het meest belangrijke vind ik, Eén is dat die vrouwen hun eigen lichaam kennen. En ze moeten hun getallen kennen. Als je weet dat de ziekte in je familie voorkomt, als je weet dat je een gecompliceerde zwangerschap hebt gehad, als je weet dat je ooit een keer bij jou een hoge bloeddruk is vastgesteld, dat je die dingen serieus neemt. Want het begint bij die vrouwen. Die moeten zich van bewust zijn dat ze iets aan hun hart zouden kunnen hebben. En zeker in relatie tot een verhoogd risicoprofiel. Dan ga je naar de huisarts, vertel je klachten zo helder mogelijk, zo duidelijk mogelijk. Want ja, het zeggen van ik heb hier iets of ik heb daar voel ik iets, alsof ik word vastgepakt, is erg moeilijk voor een dokter om daar grip op te hebben waar die klachten zijn. Dus ken je lichaam, ken je getallen, vertel je verhaal helder en laat je serieus nemen. Nou, de huisartsen die hebben wel door tegenwoordig dat dat hartziekte zich anders bij vrouwen manifesteert. Ze doen er ook alles aan om hun kennis te verruimen. Dus de meesten zullen wel daarmee aan de slag gaan. Ik denk dat bij de specialisten, daar moet het kwartje nog goed vallen. En ik denk ook dat een aantal specialisten zoals de gynaecoloog, de dermatoloog, die vrouwen zien naar de gynaecoloog helemaal natuurlijk, ziet alleen maar vrouwen. Maar ook de dermatoloog die jonge vrouwen ziet met acne, met overbeharing, etc. Dat die ook van bewust moeten zijn dat er iets met het hormonenstelsel van die vrouwen mis is. Waardoor je op tijd, zeg maar, een preventie kunt instellen. Want heb je eenmaal klachten en heb je eenmaal vastgestelde afwijking, dan kunnen we de schade beperken. Maar genezing of voorkomen is er dan niet meer bij. Dan heb je het al. Ja. Dus vrouwen kennen jezelf, ken je lijf,
Jij leeft in dat lichaam, ken het, weet wat je profiel is en laat je niet wegsturen. Juist, laat je niet wegsturen en vooral ook laat je niet wegsturen en mocht je dat gevoel wel hebben, wees je ook altijd bewust dat je een second opinion kunt aanvragen en zoek hulp bij de patiëntenverenigingen. En ja. Die mensen zijn er ook om advies te verlenen of enige hulp te bieden in het aanvragen van een second opinion of op de hoogte te brengen van... Of jullie zeggen van ga naar die en die dokter, precies. Die houdt zich daarmee bezig. Ja. Ja, er zijn gelukkig steeds meer mensen die zich met het onderwerp bezighouden. Dus je kunt altijd weer ergens terecht voor een second opinion. Ja. Mevrouw Verwij, wat gaat u doen strakjes? Wat ik straks ga doen? Nou, jullie hebben mij net gestrikt om ambassadeur te worden. Dus dat is nog een baantje erbij. Maar vanaf 1-7, dus 1 juli, ben ik gouverneur van de Rotary voor provincie Zuid-Holland. Waarbij ik vooral natuurlijk bezig hou met het Rotary gebeuren binnen provincie Zuid-Holland. Maar als gouverneur heb ik ook nog jeugd in mijn portefeuille. Dus ik ga me voor de ontwikkeling in de ruimste zin van het woord voor jonge mensen tussen zeg maar de 15 en de 40 jaar, daar ga ik me voor inzetten. En maatschappelijke betrokkenheid en niet alleen inrichtingsverkeer, maar ook dat jonge mensen betrokken zijn bij maatschappelijk belangrijke zaken. En het sprekend voorbeeld daarvan is dat ik jouw collega-bestuurder aangestrikt heb. Die gaat een verhaaltje gewoon vertellen. Om jonge mensen duidelijk te maken dat het niet je handicap is die je toekomst bepaalt. Of in ieder geval niet in negatieve zin. Dat je handicap zeker ook je toekomst in positieve zin kan beïnvloeden. Want ik denk dat soms nee het beste antwoord is wat je kan krijgen. Want dan krijg je sowieso... Wie ben jij om nee tegen mij te zeggen? Ik zal je laten zien dat het anders kan. Dus ik vind dat... daar ga ik me hard voor maken. Nou, mevrouw Verwij maakt zich hard voor onderzoek. Wij maken ons ook hard voor onderzoek. Ik ben ontzettend blij dat u bij Hart voor Onderzoek ambassadeur wilt worden. En ik ben trots op jullie. Ik ben trots als ik, als ik jullie nu gesproken heb vanochtend, denk ik nou... Ik moet iets doen voor deze jonge vrouw. Ik kan het er niet bij laten. Geweldig. Ja. Oké. Een brasje. Ja. Dank u wel. Geweldig. Jongens, dat was hem even vanuit het LUMC. Diane, kun je nog even gedag zeggen? Hallo. Zij gaat 50 kilometer fietsen. Ja. Ja. Op een racefiets met 1 harthelft, zegt ze. En we houden jullie allemaal op de hoogte. Dus volg ons. En steun ze. Hè? Je kunt gaan naar hun site en dan kun je doneren. Absoluut. Ik ga ook doneren. Dag. Ciao, ciao. Doeg.